De film die u nu zult bekijken onthult de schepping van de mens en de fasen die tijdens dit proces plaatsvinden. Deze film draait om u. Laten we nu terug in de tijd reizen. Laten we ons verdiepen in een bijzonder verhaal. Het is een verhaal vol met wonderen. We gaan kijken wat de mens ooit is geweest. Een cel in de baarmoeder. Een hulpeloos wezen afhankelijk van bescherming. Kleiner dan een zoutkorrel. U was ook ooit een cel, net als iedereen op deze aarde. Deze cel verdeelt zich in twee nieuwe cellen. De verdeling gaat voort en de twee cellen worden vier cellen. Vervolgens 8 en dan 16 cellen. De verdeling gaat voort totdat een stukje vlees ontstaat. Het stukje vlees neemt een vorm aan. Langzamerhand worden de armen, de benen en de ogen zichtbaar. Het wezen is 100 miljard keer groter geworden dan de eerste cel en 6 miljard keer zwaarder. God heeft dit proces doen gebeuren. Hij heeft deze mens, die ooit een druppel was, geschapen, zoals u in deze film zult zien. In de Koran heeft hij aan de mens geopenbaard hoe deze schepping heeft plaatsgevonden. Denkt de mens dat hij zonder doel zal worden gelaten? Was hij geen sperma dat werd uitgestort? Dan werd hij een klonter bloed. Daarna schiep en vervolmaakte hij hem. Daarvan maakte hij een paar, man en vrouw. Is hij dan niet bij machte de doden te doen herleven?
Verwikkeld in ons dagelijks leven beseffen we vaak niet het bestaan van het belangrijkste wonder. Dit wonder is de schepping van de mens. Het eerste wonder begint in het vrouwelijke lichaam. Het begint met de groei van een eicel in de eierstok. De eicel staat een hele reis te wachten. Via de eileider bereikt het de baarmoeder. Kort voordat de eierstok de eicel loslaat, bereidt de eileider zich voor om het op te vangen. De eicel belandt boven aan de eierstok. De eileider vindt de eicel en trekt het naar binnen. De reis is uiteindelijk begonnen. De eicel moet door de eileider heen reizen. De eicel heeft geen organen die je tijdens deze reis kunnen helpen. Er bestaat echter een systeem dat de beweging van de eicel vergemakkelijkt. Miljoenen cellen aan de binnenwand van de eileider moeten ervoor zorgen dat de eicel in de baarmoeder terechtkomt. Kleine haartjes, cilia, op deze cellen versoepelen de beweging van de eicel richting de baarmoeder. Elk haartje draagt de eicel naar het volgende haartje, net als iets waardevols wat aan een derde wordt overgedragen. Deze haartjes maken deel uit van een zeer nauwkeurig plan. De haartjes bevinden zich op de juiste plaats en bezitten de juiste hoedanigheid. Samen vormen ze een lopende band die in één richting beweegt. Als een gedeelte van deze cellen het op zou geven of in een andere positie zou zijn, dan had de eicel de baarmoeder nooit kunnen bereiken en had de geboorte nooit plaatsgevonden. Gods schepping is echter perfect en elke cel voert de nodige taken foutloos uit. Op deze wijze reist de eicel naar een voorbereide bestemming, namelijk de baarmoeder. De eicel heeft een levensduur van 24 uur. Als de eicel niet binnen deze tijd bevrucht wordt, zal ze sterven. De eicel heeft voor deze bevruchting een vitale stof nodig. Het sperma dat uit het lichaam van de man voortkomt. Sperma is in feite een cel met als functie het doorgeven van de mannelijke genetische data aan het ei in het vrouwelijke lichaam. Als de zaadcel nader wordt bekeken, dan lijkt het op een machine speciaal gemaakt om deze informatie te dragen. De voorkant van de zaadcel is voorzien van een pantser. Onder het eerste pantser is er een tweede pantser, waaronder zich de informatie bevindt. In deze lading bevinden zich 23 mannelijke chromosomen. Alle informatie met betrekking tot het menselijk lichaam is aanwezig in deze chromosomen. Voor de ontwikkeling van een menselijk lichaam moeten de 23 chromosomen in het sperma zich verenigen met de 23 chromosomen in de eicel in het vrouwelijke lichaam. Op deze wijze wordt een basis van het menselijk lichaam door middel van 46 chromosomen gevormd.
Het pantser aan de voorkant van de zaadcel zal alle inhoud tijdens deze reis tegen alle mogelijke gevaren beschermen. De zaadcel bevat nog meer. In het midden bevindt zich een krachtige motor. Het uiteinde van de motor is verbonden aan de staart van de zaadcel. Met de kracht van de motor zorgt de staart dat de zaadcel zich snel voort kan bewegen. De motor heeft uiteraard brandstof nodig om te kunnen functioneren. Er is natuurlijk gezorgd voor de voorziening van deze brandstof. De brandstof, in dit geval fructose, is in de omgevende vloeistof aanwezig. Op deze manier is de zaadcel gedurende de hele reis voorzien van brandstof. Dankzij deze structuur racen de zaadcellen richting de eicel. Gelet op de grootte van een zaadcel en de afstand die ze moet afleggen, is de snelheid die ze bereikt relatief gelijk aan die van een speedboot. De productie van deze motoren gebeurt met veel expertise. In elke teelbal, het productiecentrum voor sperma, bevinden zich microscopisch kleine zaadbuisjes met een lengte van ongeveer 500 meter. De productie binnen deze buizen is vergelijkbaar aan een assemblagesysteem op een lopende band in een moderne fabriek. Het pantser, de motor en de staart worden als onderdelen nauwkeurig gemonteerd. Het resultaat is miraculeuze machinebouw. We zouden hier stil bij moeten staan. Hoe weten deze onbewuste cellen hoe zij de zaadcellen moeten produceren zonder enige kennis over het vrouwelijke lichaam? Hoe hebben deze cellen geleerd het pantser, de motor en de staart die de zaadcel in het vrouwelijke lichaam nodig heeft te produceren? Met welk bevattingsvermogen assembleren deze cellen de onderdelen op de juiste wijze? Hoe weten zij dat de zaadcel fructose nodig heeft? Hoe hebben deze cellen geleerd hoe ze een motor moeten bouwen die op fructose loopt? Op al deze vragen is maar één antwoord. De zaadcellen en de zaadvloeistof zijn door God geschapen ter bevordering van de continuïteit van het menselijk ras. De nauwkeurige ordening van sperma is op zich een wonder in de schepping. Bovendien nodigt God ons uit om over de schepping van zaadvloeistof en zaadcellen na te denken. Wij schiepen u, maar waarom wilt u de waarheid niet erkennen? Zeg mij wat u verwekt. Schept u het, of zijn wij de schepper ervan? Ongeveer 250 miljoen zaadcellen beginnen tegelijkertijd aan hun race richting de baarmoeder. Het aantal zaadcellen is hoog, omdat de overlevingskansen voor de zaadcellen aanzienlijk klein zijn. Binnen de vrouwelijke geslachtsorganen bevindt zich een hoge concentratie van zuur voor de bestrijding van bacteriën. Dit zuur is ook dodelijk voor de zaadcellen. Binnen een paar minuten is de binnenkant van de baarmoeder bekleed met miljoenen dode zaadcellen. Na een paar uur is het grootste gedeelte van de 250 miljoen zaadcellen dood. Dit zuurmengsel is zo sterk dat het zonder moeite alle zaadcellen kan doden. In dat geval zou de bevruchting nooit plaatsvinden en zou de mensheid geleidelijk uitsterven.
God, de schepper van deze zaadcellen, heeft de nodige bescherming binnen de baarmoeder geschapen. Tijdens de productie van de zaadcellen wordt aan de omvattende vloeistof een mengsel toegevoegd. Dit mengsel verzacht het effect van de dodelijke zuren in de baarmoeder. Hierdoor kan een bepaald aantal zaadcellen veilig de ingang van de eileider bereiken. Het zal u wel opvallen dat alle zaadcellen in één richting bewegen. Maar hoe wordt deze richting bepaald? Hoe weten de zaadcellen waar de eicel is? De zaadcellen herkennen de positie van de eicel door middel van een biologisch systeem dat met perfectie is geschapen. De eicel geeft een chemisch signaal af om de zaadcellen over een afstand van 15 centimeter aan te trekken. Als reactie op dit signaal bewegen de zaadcellen richting de eicel. De eicel, die de zaadcellen nooit eerder heeft gekend of ontmoet, roept ze op. De twee cellen zijn verwikkeld in een communicatiesysteem. Dit bewijst nogmaals het feit dat de zaadcel en de eicel voor elkaar zijn geschapen. Uiteindelijk bereiken honderden zaadcellen de eicel. De race gaat nog door. Slechts één zaadcel kan de eicel penetreren. Een tweede race begint. De zaadcellen zullen één belangrijk obstakel tegenkomen. Dit is de wand om de eicel die elk ongewenst micro-organisme zal doden. Deze wand is moeilijk te penetreren. Om dit obstakel te overleven is de zaadcel van een speciaal systeem voorzien. Onder het pantser bevindt zich een wapen dat de zaadcel tot nu toe heeft verborgen. Dit zijn enzymen met een oplossende werking. De enzymen veroorzaken een gaatje in de wand van de eicel, waardoor de zaadcel kan penetreren. Terwijl de zaadcel door de wand heen beweegt, valt het eerste pantser geleidelijk af. De afbraak van dit pantser is ook gepland. Onder het tweede pantser bevinden zich namelijk andere enzymen. Deze enzymen breken de eierschaal. U ziet nu microscopische beelden. De zaadcel heeft een roodkleurig pantser. Het pantser smelt weg en de zaadcel betreedt de eicel. De foutloze vereniging van de zaadcel en het ei eindigt niet hier. Zodra de zaadcel de eierschaal nadert, gebeurt er een ander wonder. De staart van de zaadcel valt af. Gebeurt dat niet, dan zou de bewegende staart de binnenkant van de eicel vernietigen. Het is te vergelijken met de brandstoflozing van een raket nadat het de atmosfeer heeft verlaten. Hoe kan de zaadcel dit soort nauwkeurige berekeningen maken? Om deze berekening te maken moet de zaadcel beseffen dat dit het einde is van de reis en dat de staart niet meer nodig heeft. Maar de zaadcel is een onbewuste biologische machine zonder intelligentie en kan daarom de omgeving niet waarnemen.
God heeft de zaadcel en het systeem wat ervoor zorgt dat de staart op het juiste moment afvalt, geschapen. De staart valt af, de staartloze zaadcel betreedt het ei en geeft zijn lading van chromosomen af. Het vervoersproces van de genetische data eindigt hier. Als resultaat van een eendrachtige samenwerking van honderden systemen bereikt de genetische informatie voor het menselijk lichaam de eicel. Zoals we kunnen zien heeft deze vereniging van de zaadcel en de eicel plaatsgevonden door middel van foutloze berekeningen en constructies en zeker niet door toeval. Ook al is de mens zich niet direct bewust van deze feiten, deze intelligentie en planning zijn heldere bewijzen voor het feit dat God de mens heeft geschapen. U kijkt nu naar een eicel die nog niet verenigd is met een zaadcel. U ziet de genetische materialen van de zaadcel en de eicel naast elkaar. U staat op het punt om een van de grootste wonderen te aanschouwen. De genetische materialen zullen zich verenigen om zo een nieuwe mens te vormen. De vereniging is voltooid. De eerste cel heet een zygoot. Het is moeilijk te geloven, maar alle informatie met betrekking tot de ongeboren mens bevindt zich in deze cel. Het oog, de tint en haarkleur, de gezichtsstructuur en alle andere fysieke kenmerken zijn in deze cel gecodificeerd. Niet alleen het uiterlijk, maar ook het skelet, de ingewanden, de huid, de aderen en zelfs het aantal en de structuur van de bloedcellen en alle andere details van het lichaam zijn hier bepaald. Alles is bepaald en gecodificeerd in deze cel. Zelfs de kenmerken van de persoon op een 7-jarige leeftijd tot zijn 70-jarige leeftijd. Kort na de bevruchting verrast de cel ons nogmaals. De cel deelt zichzelf in 2 cellen. De 2 cellen delen zichzelf in 4 cellen. De constructie van een nieuwe mens is begonnen. Waarom begint de cel met een deling? Waarom heeft het de taak om een nieuwe mens op te bouwen? Wie heeft de cel kennis gegeven om een nieuwe mens te bouwen? Deze vragen leiden ons naar de Schepper, de bezitter van oneindige intelligentie en kracht. Hij heeft ons, de wereld, de mens in die wereld, de cel in die mens en het hele universum om hem heen geschapen. U ziet nu de reis van de cellen in de eileider. Deze verzameling cellen is bekend als de morula. Terwijl de cellenbundel zich vermenigvuldigt, gebeurt er iets verbazingwekkends. Bepaalde cellen groeien anders dan andere. De oude cellen centreren zich in het midden. De nieuwe cellen om de oude heen veranderen in een ander soort cellen. Geleidelijk veranderen de oude cellen in het midden in een embryo, in andere woorden het toekomstige kind. De cellen om het embryo heen vormen de placenta, wat het embryo voedt. Het feit dat bepaalde cellen anders groeien dan andere en dat een gedeelte het embryo vormt en het andere de placenta, wordt vandaag door de wereld van de wetenschap als een wonder aanvaard. Achter dit gedrag van de cellen rust een geheim. Ongeveer 4 dagen na de bevruchting bereiken de cellen een speciaal voorbereide ruimte, namelijk de baarmoeder. Om niet uit het lichaam verwijderd te worden,
moeten deze cellen zich stevig vasthouden aan de baarmoeder. Het ontwikkelende embryo is echter rond. Het heeft geen speciale haak om zich ergens aan vast te houden. Hoe kan het zich dan toch aan de baarmoeder vasthouden? Ook hier is rekening mee gehouden. Zodra de cellen de baarmoederwand bereiken, gaat een speciaal systeem in werking. Wat u nu door de lens van een elektronenmicroscoop ziet, is een cellenbundel die de baarmoeder pas heeft bereikt. De buitenste cellen geven een enzym af dat de wand van de baarmoeder geleidelijk oplost. Op deze wijze kan het embryo zich in de wand van de baarmoeder nestelen zonder uit het lichaam verwijderd te worden. De aanwezigheid van deze enzymafgevende cellen op de juiste plaats laat nogmaals de perfectie in de schepping zien. Door middel van deze perfectie wordt deze cellenbundel opgeborgen in de wand van de baarmoeder. Dit wezen, wat zich aan de baarmoeder vasthoudt en erin ontwikkelt, heet het embryo. Dit feit, dat recentelijk door de wetenschap is ontdekt, openbaart een wonder van de Koran. In de Koran gebruikt God het woord alak om de eerste fase in de baarmoeder te omschrijven. Verkondig de naam van uw Heer de Schepper, die de mens uit alak schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest eerbiedwaardige. De term alak is een Arabisch woord voor iets wat zich ergens aan vasthoudt. Hetzelfde woord is gebruikt voor bepaalde parasieten die zich aan de huid vasthouden en bloed zuigen. De Koran, die in een tijdperk werd geopenbaard waarin de kennis op het gebied van de biologie zeer gelimiteerd was, gebruikt een woord dat het embryo nauwkeurig beschrijft. Dit is een aanvullend bewijs voor het feit dat de Koran het woord van God is. Een oneindig aantal eencellige organismen leeft in onze wereld die op zich een planeet vol met leven is. Deze organismen vermenigvuldigen zichzelf door middel van deling en produceren op deze wijze kopieën van zichzelf. Het embryo begint in de baarmoeder als een eencellig organisme en vermenigvuldigt zich door middel van deling. Als er geen sprake zou zijn van een bepaalde constructie, dan zouden in dit geval alle cellen van het ongeboren kind identiek zijn. Als resultaat zou het ongeboren kind niets meer dan organische materie zijn. Dit gebeurt echter niet, omdat de ontwikkeling van de cellen onder toezicht plaatsvindt. Een paar weken na de vereniging van de zaadcel en de eicel worden de cellen opgedragen zich van elkaar te onderscheiden. We zien nu wat door wetenschappers als een wonder wordt beschouwd. De cellen zijn begonnen met de ontwikkeling van de ingewanden, het skelet en de hersenen. De hersencellen ontwikkelen zich in deze twee openingen. U ziet nu microscopische beelden van de eerste ontwikkeling van de hersenen.
De vermenigvuldiging van de hersencellen is zo snel dat het pasgeboren kind al 10 miljard hersencellen heeft. We zien nu de vormgeving van de hersencellen. Elke minuut stijgt het aantal cellen met 100.000 nieuwe cellen. Elke nieuwe cel weet wat zijn taken zijn en met welke andere cellen het contact moet zoeken. Elke cel vindt zijn juiste locatie. Uit het oneindige aantal mogelijkheden kiest de cel de passende cel. Binnen het menselijk brein bestaan 10 triljoen connecties. De cellen zouden een hoogontwikkelde intelligentie moeten bezitten om deze connecties naar behoren te ontwikkelen. De cellen echter bezitten geen bevattingsvermogen. Dit geldt niet alleen voor de hersencellen. Ook de overige cellen in het embryo vinden uiteindelijk de plaats waar ze horen te zijn. Ook hier worden de juiste connecties gemaakt. Wie dirigeert deze onbewuste cellen in dit geweldige plan? De constructie binnen de baarmoeder gaat ongemoeid voort. Bepaalde cellen worden groter en andere kleiner. Vervolgens komen honderdduizenden cellen bij elkaar om zo het hart te vormen. Dit hart zal gedurende het hele leven van deze mens kloppen. Binnen enkele ogenblikken zult u nog een wonder beleven. De alleenstaande cellen zullen de aderen ontwikkelen. Deze cellen verenigen zichzelf en vormen connecties met elkaar. Uiteindelijk vormen deze cellen aderen. Laten we dit geweldige schouwspel nogmaals bekijken. Hoe hebben deze cellen geleerd hoe ze aderen moeten ontwikkelen? Hoe kunnen ze deze ontwikkeling voltooien? Dat is een van de vragen waarop de wetenschap nog geen antwoord heeft gevonden. De cellen ontwikkelen geleidelijk een buizensysteem zonder gaten of scheuren. De binnenkant van de aderen is glad, alsof het door meesterhanden is afgewerkt. Dit buizensysteem zal binnenkort bloed door het hele lichaam van het kind transporteren. De lengte van dit systeem is ongeveer 40.000 kilometer. Deze lengte is ongeveer gelijk aan de omtrek van de aarde. De ontwikkelingen in de baarmoeder gaan gestaag door. In de vijfde week worden de armen en benen van het embryo zichtbaar. Deze bult wordt later een arm. Bepaalde cellen zullen op een gegeven moment handen vormen. Binnenkort zal een aantal cellen ons verrassen. Duizenden cellen zullen zichzelf doden. Waarom doden deze cellen zichzelf? De stervende cellen vervullen een cruciale functie. Deze dode cellen zijn nodig voor de ontwikkeling van de vingers. De overblijvende cellen zullen de dode cellen consumeren, waardoor ruimte ontstaat. Deze lege ruimten zijn de openingen tussen de vingers. Waarom maken deze cellen een offer? Waarom doodt een cel zichzelf, zodat het kind vingers kan hebben? Hoe weet een cel dat zijn dood een bepaald doel zal dienen?
Dit laat nogmaals zien dat alle cellen in ons lichaam gedirigeerd worden. Op dit moment is een aantal cellen met de ontwikkeling van de benen begonnen. De cellen weten niet dat dit ongeboren kind eens moet gaan lopen. Toch ontwikkelen ze benen en voeten voor dit embryo. U kijkt nu naar het gezicht van een 4 weken oude mens. In deze fase ziet u de ontwikkeling van 2 gaten in het hoofd van het embryo. In deze gaten zal de ontwikkeling van de ogen plaatsvinden. De ontwikkeling van de ogen begint in de 6e week. Maandenlang werken de cellen volgens een geweldig plan, terwijl elke cel een apart onderdeel van het oog ontwikkelt. 1 gedeelte van de cellen werkt aan de cornea. Andere cellen ontwikkelen de pupil en weer andere de lens. Elke cel stopt zodra de ontwikkeling voltooid is. Op deze wijze is het oog, wat uit 40 componenten bestaat, foutloos ontwikkeld. Op deze manier is het oog, dat als de beste camera ter wereld wordt beschouwd, uit bijna niets in de baarmoeder ontwikkeld. Het kind zal een kleurrijke wereld tegemoet gaan met een paar ogen om zijn omgeving te verkennen. De geluiden die dit kind zal moeten horen zijn ook overwogen. De oren die deze geluiden zouden moeten horen worden ook in de baarmoeder ontwikkeld. Deze cellen ontwikkelen de nauwkeurigste geluidsontvangers in de wereld. Deze beelden herinneren ons aan het feit dat het gezichtsvermogen en het gehoor gunsten zijn. God vermeldt dit in de Koran als volgt. En God bracht u, terwijl gij niets wist, uit de baarmoeder van uw moeder voort en gaf u oren, ogen en hart, opdat gij dankbaar mocht zijn. Alle informatie met betrekking tot de ontwikkeling van het embryo is gebaseerd op onderzoeken die in de afgelopen 30 tot 40 jaar zijn uitgevoerd. Deze informatie heeft ons in de gelegenheid gesteld om de wonderen van de Koran beter te begrijpen. Tot kort geleden werd aangenomen dat de botten en de spieren tegelijkertijd ontwikkelen. Maar de recente wetenschap laat ons een waarheid zien waar mensen een lange tijd van onbewust waren. Eerst ontstaat botweefsel in het embryo, vervolgens ontwikkelt het spierweefsel zich om de botten heen. Het is interessant dat dit feit 1400 jaar geleden in de Koran werd geopenbaard. Vervolgens vormen wij de levenskiem tot een klonter bloed. Daarna vormen wij het geronnen bloed tot een vormeloze klomp. Dan vormen wij beenderen uit deze vormeloze klomp. Daarna bekleden we deze beenderen met vlees. Vervolgens ontwikkelen we het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij God, de beste schepper. Anderzijds heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen dat het kind 3 fasen in de baarmoeder meemaakt. Dit feit wordt in het embryologie-tekstboek Basic Human Embryology
als volgt omschreven. Het leven in de baarmoeder kent drie stadia. Het pre-embryonale stadium, de eerste 25 weken. Het embryonale stadium, tot het einde van de 8e maand. En het foetale stadium, van de 8e maand tot de bevalling. Deze informatie, die door middel van de moderne technologie is ontdekt, werd 1400 jaar geleden in de Koran vermeld. De Koran omschrijft de drie stadia als volgt. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is God uw Heer, van hem is het koninkrijk. Er is geen God naast hem. Waardoor wordt gij dan afgeleid? Deze machine is een medisch instrument met als inhoud de beste technologie. Het is een intensive care systeem zoals in ziekenhuizen wordt gebruikt. Zelfs een ruimte vol met ontwikkelde technologie is niet te vergelijken met een hoger ontwikkeld systeem van biotechnologie. Dit superieure systeem om het embryo heen is de placenta en heeft als taak de volledige voorziening van het embryo. De placenta is te vergelijken met een dialysemachine, hart-longmachine en een kunstlever. Het voert alle functies tegelijkertijd uit. Het is een verwonderend stuk werk wat de moeder en het kind in leven houdt. De cellen in de placenta herkennen de voedingsstoffen uit de miljoenen moleculen in het bloed van de moeder en geven deze stoffen toegang tot het kind. Bescherming van het embryo is ook een taak van de placenta. Agressieve cellen uit het lichaam van de moeder vallen het embryo in de baarmoeder aan. Cellen aan de buitenkant van de placenta vormen een filter tussen de aderen van de moeder en het embryo. Deze cellen laten voedingsstoffen toe en houden immuniteitscellen tegen. Als deze taak aan de mens was overgedragen in plaats van aan de placenta, dan had het embryo niet langer dan een paar minuten kunnen leven. De mens bezit geen technologieën om de veranderende behoeften van het embryo te berekenen en te vervullen. De enige technologie die volledig ontwikkeld is om deze taak uit te voeren, is de placenta. De navelstreng vormt een link tussen het kind en het lichaam van de moeder. De navelstreng, die na de geboorte wordt verwijderd, is een verwonderend stuk machinebouw en speelt 9 maanden lang een cruciale rol. Het bevat 1 ader en 2 slagaders. De ader voorziet het embryo van voedingsstoffen en zuurstof. Zo verdrinkt het embryo nooit, ondanks het feit dat het in een vloeistof leeft met 2 longen gevuld met water. Het zal niet sterven, ondanks het feit dat het nog spijsvertering kent, nog kan eten. In beide behoeften wordt door de placenta voorzien. De slagaders verwijderen kooldioxide en afvalstoffen uit het lichaam van het kind.
nog de moeder, nog het groeiende embryo zijn zich bewust van deze systemen en processen. Terwijl de maanden verlopen, krijgt het kind zijn vorm en groeit het. Het bereidt zich voor om de buitenwereld te betreden. Het is tijd voor de laatste fase, de geboorte. Er staat het kind in de baarmoeder veel gevaar te wachten. Het kind wordt geboren wanneer het de baarmoeder verlaat en door het geboortekanaal het lichaam van de moeder verlaat. Tijdens de geboorte zal in deze nauwe ruimte de schedel van het kind onder zware druk komen te staan. Ook hier is rekening gehouden met de gezondheid van het kind. De schedelbotten van een pasgeboren kind zijn zacht. Bovendien zijn de schedelbotten nog niet met elkaar verbonden. Tijdens de geboorte overlappen de schedelbotten elkaar. De opening tussen de botten beschermt de schedel tegen breuken. Op deze wijze wordt het kind gezond geboren en blijven de schedel en de hersenen onaangetast. In de volgende maanden zal de schedel verharden en het kind een gezond leven kunnen leiden. De fasen die u in deze film heeft gezien, heeft ieder mens in de wereld meegemaakt. Iedereen heeft als zaadcel de race naar de baarmoeder voltooid en daar zichzelf met de eicel verenigd om als één cel het leven te beginnen. Zelfs voordat zij bewust waren van hun eigen bestaan, gaf God hun lichamen een structuur en schiep hij uit één cel een volwaardig mens. Het is ieders plicht om deze feiten goed te beseffen. Het is uw plicht om stil te staan bij uw bestaan en God hiervoor te danken. Vergeet niet dat onze Heer, die onze lichamen eens heeft geschapen, ons na de dood opnieuw zal scheppen en ons op alle gunsten die Hij ons heeft geschonken zal aanspreken. Dit is niet moeilijk voor hem. Zij die hun eigen schepping hebben vergeten en het hiernamaals ontkennen, leven in bedrog. God spreekt over dit soort mensen in de Koran. Heeft de mens niet begrepen dat wij hem hebben geschapen uit een levenskiem? Doch ziet, hij is klaarblijkelijk een redetwister. En hij zet ons verhalen voor en vergeet zijn eigen ontstaan. Hij zegt, wie kan de beenderen doen herleven als ze vergaan zijn? Zeg, hij die hen voor de eerste keer schiep, zal hen doen herleven. Hij heeft kennis van de gehele schepping.